Jullie gaan 2 weken dicht vanwege verbouwing. Ja. Wat gaat er allemaal gebeuren? We gaan op donderdag gaan we dicht om 5 uur in verband met de verbouwing. En dan wordt het eigenlijk een hele nieuwe winkel, heel modern. En de winkel wordt eigenlijk opgedeeld in 2 delen. Een korte en een lange route, zoals wij dat zeggen. En dat houdt in dat je de korte route is echt voor de dagelijks snelle boodschappen met een winkelmandje. En de grote route is echt voor de boodschappen voor de hele week, bij wijze van. En de winkel wordt nu echt gericht op vers. Dus hoe verser, hoe beter. Wat gaan we eigenlijk verder nog doen? Het wordt heel erg ingericht, de winkel, op eetmomenten, dus op het ontbijt. Daar zul je als eerste binnenkomen op de broodafdeling. En zo ga je eigenlijk de winkel binnen als lunch en diner, 's avonds. Dus we richten ons heel erg op het verse in plaats van 10 soorten pindakaas bijvoorbeeld. En wat gaat er bij de postafdeling veranderen? Want dat hebben jullie ook binnen de Spar. Ja, klopt. Nou, de post die gaat dus 2 weken dicht. Alle pakketjes die komen naar Opperdoes in de Spar. En voor postbushouders zijn wij dagelijks open van 8 tot 10. Zodat hun wel hier de pakketjes en de post op kunnen halen. Wanneer gaan jullie weer open? We gaan op donderdag gaan we weer open. Dus dat is op 11 april uit mijn hoofd gezegd. Dan kan de klant gewoon weer om 8 uur bij onze spullen kopen. Alleen op woensdag, die dag daarvoor, gaan we een receptie geven. En dan is iedereen van harte welkom om de winkel te komen bekijken. Je kunt alleen niks kopen, maar wel komen kijken en indruk krijgen van de nieuwe Spar.